Hey, leuk dat je weer kijkt. Je ziet het. Het is een ander begin dan normaal. Ik zit namelijk in de auto. Ik ben op weg van Amsterdam, waar Bright zit, helemaal naar Groningen. Nog voorbij de stad Groningen. Naar Winsum, om precies te zijn. Want daar woont Bright-redacteur Rutger. En Rutger weet alles van slimme thermostaten. En zijn kennis wil ik graag met jullie gaan delen. De slimme thermostaat is op dit moment zo'n beetje de standaard van thermostaten. Er zijn bijna geen domme thermostaten meer te koop. Maar wat nou als jij dus zo'n slimme thermostaat wil aanschaffen? Waar moet je dan op letten? Laten we het even heel simpel maken. Stel, jij wilt gewoon simpelweg op afstand je verwarming kunnen bedienen. Zodat als je je huis verlaat en met vergeten de thermostaat naar beneden te draaien, dat je dat alsnog kan doen via een app. Zoek dan niet al te lang. Bepaal gewoon wat je budget is en op basis van je budget kies je gewoon een thermostaat die je op afstand kan bedienen. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan ik je zelfs uitleggen. Maar wil je een nog iets slimmere thermostaat, die bijvoorbeeld ook verschillende ruimtes kan bedienen of die je kan integreren met je smart home, ja, dan moet je iets verder verdiepen. En daarbij gaat Rutger mij in Groningen dus helpen. Oké, Rutger, daar gaan we. Slimmere thermostaten. Ik heb in de auto al verteld dat slimme thermostaten zijn eigenlijk de standaard geworden. Dat vertelde jij ook in je stuk, wat op Bright staat. Kan je trouwens ergens hier klikken en dan kan je het stuk ook lezen als je deze video niet leuk vindt. En die kan je via een appje gewoon aan of uitzetten. Ook als je bent vergeten thuis je thermostaat naar beneden te draaien. Bij de slager in de rij kan je alsnog. Precies, bijvoorbeeld. Handig. Ja. Ja, maar ik ben bij jou voor de nog iets slimmere thermostaten. Ja. Op het moment dat je een ruimte hebt die je eigenlijk wat onregelmatig gebruikt, bijvoorbeeld een werkkamer, die je 2 dagen in de week zit je thuis te werken, dan is het interessant om een slimme thermostaat te hebben die meerdere ruimtes kan schakelen. Voor een slaapkamer hoeft dat meestal niet, die zet je gewoon op 15 graden of op 12 graden de hele dag, dus die stookt wel een beetje mee, dat gaat wel goed. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een plek waar ik 2 dagen in de week zit. En de rest van de tijd kan het daar gewoon hartstikke koud zijn. Maar die moest ik altijd meestoken, want anders kreeg ik het die 2 dagen niet warm. Nee, want die thermostaat die hangt midden in je huis op één plek. Die hangt hier in de woonkamer. Is het hier warm genoeg? Dan gaat die ketel uit. Nou, dan kun je al die andere knoppen opendraaien. Ja. Dan gebeurt helemaal niks meer. Okay. Nou, wat Honeywell Evohome doet en wat Tado ook doet, is elke radiator of elke vloerverwarmingsgroep, die krijgt een eigen knop. En die knop die kan dicht en open gedraaid worden door die thermostaat. Dus die regelt dat centraal. En die knop meet ook hoe warm het in die ruimte is. Ja, precies. Ja. Dus wat er nu gebeurt, stel ik vind het hier met 90 graden warm genoeg en ik wil het daar nu 5 graden opstoken, dan zet dit kastje de ketel aan. Ja. Maar omdat het veel te warm zou worden, hier draait hier alle knoppen dicht, zodat hier geen warm water meer doorkomt. Ja. Daar draait ze allemaal open en het verwarmt alleen die ruimte. En dat is dus alleen met echt slimme thermostaten. En je hebt daar super veel, hij vertelde mij net dat hij daar super veel geld mee heeft bespaard. Toch? Ja, het eerste jaar scheelde me dat al €600 aan gas. In 1 jaar. En wat kost dat systeempje dan? Dit is een Honeywell dingetje. Ja, een knop is rond de €90, €100 zoiets. Dus het ligt aan hoeveel radiatoren je hebt. Ja. Ik had volgens mij 12 radiatoren. Dat is €1200 aan knoppen. Maar ja, goed. €600 en ik was al halverwege. Ja. En het kastje kost aan mijn hoofd €300 of €400. Dat lees je nu hier. Zo. Ik ga hem opzoeken. Tado, weet je ook wat het verschil nog is met die Honeywell Evo die jij dus hebt getest in jouw huis? Het is de eerste serieuze concurrent. Je had ook RWE Smart Home, dat bestaat nog steeds. Maar dat is een beetje meer voor de hobbyist die zelf ook nog allemaal dingen in de back-end wil programmeren. Niet. Moet gewoon werken, klaar. Ja. Precies. En Tado lijkt hier redelijk op. Hij heeft betere integratie met andere systemen, zoals HomeKit, Google Home, Alexa, dat soort gekkigheid. Dan heb je nog mensen die een slimme thermostaat willen kopen, maar die ook gelijk willen dat ze er allerlei commando's aan kunnen hangen. Of andere apparaten. Andere apparaten aan kunnen hangen. Ja. Ja, er zijn thermostaten die werken met Philips Hue bijvoorbeeld. Dus dan kun je vanaf de thermostaat kun je je lampen aanzetten. Of je kunt zeggen... De toon bijvoorbeeld? Of? Ja, als het 21 graden is, dan wil ik ook dat ik rood licht in de kamer heb of zoiets. Superzinnigs. Het kan allemaal ook. Maar als je wat slimme apparaat hebt, is het wel goed om te checken wat heb ik al liggen en welke thermostaat past daar het beste bij. Daarbij moet gezegd worden dat
De meeste mensen leven denk ik volgens een redelijk vast schema. En dus dat stel je één keer in. En dan hoeft het ding niet zo te praten met andere apparaten. Maar het kan lekker zijn om op de bank te zitten en te zeggen... Hey Google, mag de temperatuur een halve graad omhoog? Ja, en zijn er thermostaten die echt met Google praten en Alexa misschien wel in de toekomst en Siri? Of moet je echt goed opletten welke je koopt voor welk systeempje je gebruikt? Ja, nou ja, het lastige is, Honeywell belooft ook al een hele tijd dat ze met van alles nog gaan praten, maar dat duurt een tijdje, dus dat is er nog niet. Tado praat op dit moment van die slimme thermostaten, praat hij met de meeste systemen. Okay. En dan hebben we nog een hoofdstukje toon. Ja. Toch? Ja, het is natuurlijk een bijzonder product, want het is de enige met een soort interface met een schermpje waar je meer dingen op kan doen dan alleen die verwarming. Ontzettend populair in Nederland. Ja, en je kunt buienraden erop laten zien, dat soort dingen. Dat is toch wel prettig als je het huis uitloopt en even kan zien, moet ik een regenjas aan of zo. Dan kan ik de deur open. Maar goed, toch leuk. Door het raam kijken, ja. Ja, precies. Ja. Wat de toon anders maakt is wel dat het echt heel erg geïntegreerd is met een heleboel systemen. Dat het best wel met veel dingen praat. Je kunt je lampen dus ook mee schakelen bijvoorbeeld. Alleen die opties heb je op het moment dat je het abonnement neemt op de toon. En als je het abonnement neemt op de toon, dan slaat hij voor 3,50 per maand geloof ik. Slaat hij je historie op en kun je hem op afstand bedienen. Heb je het abonnement niet, dan heb je echt een heel dom kastje aan de muur. Dan kun je geen buienradar meer, dan kun je niet meer op afstand bedienen. Dan kan het ding echt alleen nog maar... wat een gewone thermostaat ook al. Ja. Oké. Okay. En de rest van de slimme thermostaten? Die heb je geen abonnement. Ik ken geen ander systeem waarbij er een abonnement op zit. Oké. Okay. Dus hou dat ook in gedachten. Toch? Precies. De Talo gaan we trouwens binnenkort uitgebreid testen. Dat gebeurt niet in dit huis, want Rutger wil niet weer heel zijn verwarmingssysteem overhoop halen. Maar dat gebeurt in het huis van Erwin. Dat zie je binnenkort op Bright. Rutger, thanks. Graag gedaan. Oh, en vond je dit een leuke video? Vergeet dan vooral niet te subscriben natuurlijk op het YouTube-kanaal. Doe een duimpje omhoog. En als je nog commentaar hebt, laat het achter in de comments of tips voor andere kijkers van deze video. Tot de volgende keer!